Kijk, je glazen, die krijgen we zo groot binnen. Dat is groot, hè? Met dit apparaatje kunnen we precies zien of we de goede sterkte hebben besteld. Nou, voor jouw rechteroog hebben wij nodig min 1.50 en min 0.25. Zie je dat hier ook staan? Klopt, hè, volgens mij. Alleen hier staat 1.62 en hier staat 1.00. Als we dan het glas een beetje draaien, dan zie je dat het getalletje een beetje verandert. En die gaan we ook op 1.00 zetten. Klopt het zo? Ja, hè? Nou, dan gaan we er even drie stukjes op zetten. Die stipjes geven aan hoe wij het glas in jouw bril moeten gaan zetten. En deze is de middelste. Die gaan we hierop leggen. En dan hebben we ook nog een linkerglas. Wat staat daar? 1.50. Ja, eigenlijk moet er een komma tussen zitten. Dit is 1.50. Het zit er ook in. Zie je dat? Nou, dan zit weer het midden. Linker glas. Die gaan we zo erin zetten. Nou, ga ik je meenemen. Oké. Nou gaan we een paar dopjes erop zetten. Gaan we eens even kijken hoe goed jij kunt plakken. Op die twee mag je dat gaan doen. Maar hij moet zo komen. Kijk. Zie je dat? Gaat het lukken? Nee, ze kan het zelf leuker dan ik, dat filmen. Maar... Ja? Ja. Doet ze heel leuk met inzoomen en zo, echt heel, heel ja, we goed. Komen op YouTube, Sanne. Ik kom op YouTube. Cool, hè? Oké, gelukt. Dan gaan we de dopjes op de glaas doen. Dat is een beetje lastig uit te leggen wat we doen, dus ik doe dat gewoon eventjes voor je. En dan mag je straks het apparaat gaan bedienen. Ja? Ik wil echt hobby's zo niet. Ja. Wat doet hij dan? Zo. Nou, hebben we de dopjes erop gezet en nu kunnen we ze in de machine gaan stoppen. Ik zou zeggen, klim heel even op je knieën. Lukt dat? In mis? Ja. Oh, nou ja. Ja? Ja. Zal ik hem aanzetten? Kleiner. Nog één dingetje bij je opeten. Dat is wel heel erg leuk. Ik heb het gedoe, dan zit ik ook nog school. Hier zijn heel veel stikken. Ja, inderdaad. Heel veel stikken. Ja. Dan gaan we eerst eventjes jouw bril. Gaan we dit modelletje in de computer zetten. Nou, hier staat nog helemaal niks. Hij is nog helemaal leeg. Maar als ik hem hier instap. En jij drukt op deze knop. Wil je maar iets hoger op je knieën gaan zitten. Dan kan je precies zien wat daar gebeurt. Maar er komt een heel klein voelertje. En die kan precies op de millimeter nauwkeurig afmeten hoe groot je bril is en hoe groot het glas zo meteen moet worden. En hij doet rechts en links, omdat rechts en links toch altijd een heel klein verschilletje hebben. Nou, heel goed. Mag je eens op deze knop drukken? En ineens komt er een modelletje in beeld. En is dat jouw bril? Ja, hè? Nou, helemaal goed. Mag je nog heel even naar mij kijken? Kijk maar eens naar mijn ogen. Dankjewel. Zo. Goed. Hier staat nu 62. Kun jij net zo lang op de min drukken totdat daar 54 komt te staan? En dan moet 54.00 komen.
helemaal goed. Dan stel ik de rest even voor je in. Zo. Gaat het glas erin, mag jij even op die drukken. Kijk maar eens wat er gebeurt. Dan gaan de armen dicht. Zit het glas vast. En deze stellen we in. En mag je op start drukken. En nog een keertje. Dan gaat hij eerst met deze voelertjes kijken of we het glas wel groot genoeg hebben besteld. Want soms heb je een heel groot montuur en dan zijn eigenlijk deze glazen te klein. Dus dat gaat hij eerst checken of we dat wel goed hebben gedaan. Wat denk je? Wel groot genoeg, hè? Lijkt me wel, ja. Het is een heel groot glas. Het wordt gefilmd. Ja. Je mag het nu al op even zelf filmen. Oh nee, je zelf even op. Nee, je mag ook hierin kijken. Nou, hij is klaar. Mag je ondertussen even op deze knop drukken? Nou, dit is je glaasje. Zo'n klein glaasje. En dan moet je je voorstellen, dit was het. Ja, ongelooflijk. Dat is een groot verschil, hè? Ja. Ja? Nou, gaan we even kijken of het past. Ja, als we hem nou zo meteen goed verwarmen, dan past dat prima. Mag je nog een keer op die drukken, lukt dat? En we hebben nu, wacht even hoor, want we hebben nu rechts geslepen. Wat moeten we dan slijpen? Links. Gaan we eerst op die knop drukken. En dan mag je op start drukken. Ja, dan gaat hij nog een keertje doen. Altijd een verrassing. Gelukkig hebben we tegenwoordig hele mooie kinderen, hè? Ja, dat is waar. En zag je dat schijfje erin zitten? Die nu heel hard ronddraait? Dat is een diamantschijf. Er zit een diamant op. Dat is heel duur.
Ja. En dan ga ik een andersom doen. Oh ja, is goed. Druk maar op deze knop. Nou, klaar. Nou, gaan we een beetje rijden weer. Oh. Nou komt er iets heel belangrijks. Moet je maar eens eventjes voelen aan dit glaasje met je vinger. Is dat glad of is dat scherp? Scherp. Wat denk je dat er gebeurt als je valt? En dit komt in je hier. Blind. Nee, maar je hebt wel een hele grote snee in je gezicht. Nou, ga ik eventjes hem langs deze machine halen. Dit is eigenlijk die machine in het klein. En deze kunnen we met de hand bedienen. Dus er komt ook water bij, dus het doet geen pijn. Maar hij verbrandt ook niet. En als ik hem heel voorzichtig er langs haal. Oh. Zo, sorry hoor, heb je pijn? Voel nog maar eens. Van horloge. Nu is het zachter, hè? Kijk, stel dat je nou valt. Dan heb je alleen een blauw oog. En blauwe ogen gaan vanzelf weg. Maar als je een litteken hebt van een snee, gaat het niet weg. Dus vandaar dat we dit eventjes doen. Zo, halen we de dopjes eraf. Doekje. En die dopjes zitten ook gewoon het middelpunt aan van waar de... Klopt. En die zorgt ervoor dat hij in de machine ook kan blijven zitten. Oh, oké. Want als ik hem er zo ingooi, dan wordt niks. Nee, precies. Scherp. Ja, maar scherven brengen geluk. Ja. Goed, gaan we nog eventjes wat doen. Ga ik je iets draaien? Kom maar even hier staan. Kijk, dit lijkt een beetje op je haarfeun van thuis. Hij wordt ook warm, maar je kan je haar er niet mee feunen. Dat wordt niks. Wat ik nou ga doen... Is kijk, dit montuur, als ik het beweeg, dan zit er bijna geen beweging in. Maar ja, als ik dat glas erin wil doen, gaat dat niet. Als ik hem nou verwarm, dan moet je maar kijken als ik hem zo meteen beweeg. Kijk, dan wordt het een beetje koud geworden. Zie je dat? En dan kan ik hem... Als het goed is, erin stoppen. Maar dan moet ik hem nog beter verwarmen, zie ik. Ik moet een beetje draaien. Het is net als ik shampoo onder de warme kraan haal. Ja. Dan worden ze ook een beetje zacht. En... Zo. Nou, zit er één glaasje in. Gaan we die andere er ook weer stoppen. En als ik dat te lang verwarm, dan verbrand ik het montuur. Hoppakee. Nou, dan is hij klaar. Heel mooi. Zo, ga ik hem even schoonmaken. Kijk, daar wordt het schoonmaken. Mam is ook heel interessant. Ja. Ik ruik de spiritus. Ruik je het ook? Jij? Ruikt het lekker? Of een beetje vies? Een beetje lekker. Een beetje vies. Een beetje vies? Nee. Heb ik laatst ook speelgoed mee schoongemaakt, hè? Ja, en dat... Wat voor speelgoed? Ja, wat ik voor de school verkoop ging verkopen. En dan moet het echt wel goed schoon zijn. Dat niet een ander kind dat in zijn mond steekt. En... Gewoon het baby speelgoed. De wasmachine gooien. Ja, dat is waar. En gewoon vaatwasser. Het is eigenlijk beter. Ja. Nou, ga ik dan nog even een klein beetje stellen. En dan is hij echt klaar. Dat is dat je dan beter op de neus past of zo? Ja. Doordat ik die glaas erin zet, dan wordt hij vrij rond. Oh ja. Ja. Ik doe hem weer even naar zijn, Eigen model. Model.
Oké, dus als ik mijn portfolio voor school moet gaan maken, dan kan jij ook komen vullen voor mij. Ja. En in elkaar planten en knippen vast. Dat is een leuk idee, ja. Ik moet namelijk voor school moet ik ook een video maken met alles wat ik kan in de brillen. Nou, dat is best een hoop. Maar ja, ik moet het ook laten zien. En ze denkt nu dat je juf bent. Klopt dat? Of niet? Dat ik juf ben? Ja. Nee. Nee, ja, ik zag het te denken. Ja, nee, ja. Ik word... Nou, laat ik het zo zeggen. Ik ben al 13 jaar opticien. Maar ik heb nog nooit mijn papiertje gehaald. En daar ben ik nu mee bezig. Ja, precies. En dan moet ik een video van maken, ja. Want dan hoef ik niet meer naar school. Want eigenlijk moet ik 4 jaar naar school. Maar... En dan kun je gewoon laten zien wat je kan. Alles wat ik kan en dan kan ik als het goed is het papiertje krijgen. Zo, en ben ik genoeg in beeld geweest? Oh. Een mooie bril nu op je neus. Kijkt het goed? Ja. Is het wel scherp? Zal ik hem dan nog eventjes stellen voor je? Maar volgens mij, als hij nu beweegt, zakt hij af. Ja, dat lijkt inderdaad. Hè? Nou, ga ik dat nog even doen? Geef ik de camera mama. Ja. Wat een verschil, hè? Kun je ineens weer in de verte kijken? Ja? Oh, gelukkig. Wat is het dan sterk? Oh, echt waar? Is het zo erg? Ja, oh, ik vind het wel erg, hoor. Dat hebben we gewoon niet geweten. Sterk want... is best behoorlijk. Ja, maar het is zo raar dat het bij de schoolarts en de, hoe heet het, consultatiebureau nooit is opgemerkt. Maar vaak kunnen ze dat een beetje verdienen. Oh, ja. Dat dan denk ik ook. Op een andere manier. Ja, dan hebben ze zo'n kaart al een keer gezien en dan gokken ze het van, het is waarschijnlijk, ja. Het zou ik met Leora wel kunnen voorstellen dat ze het goed onthoudt van de vorige keer. Wat onthoudt? Wat er op die kaarten stond. Die zit helemaal mooi. Die niet. Nou, dit mag je dus niet thuis doen. Nee, dan breekt hij. Nee, dan breekt hij. Want we hebben niet zo'n föhn. Nou, perfecto. Hoe zit die? Tikkie scheef. Kijk, nu is hij nog zacht van het apparaat en dan kan je hem buigen. Volgens mij ben je helemaal mooi zo. Ja, je ziet er heel mooi uit, Leora. Echt. Zullen we even in de spiegel gaan kijken? Ja, maar die is een beetje hoog voor Leora. We gaan hier om het hoekje kijken. Pas op voor je voeten. Want die voeten zien er ook een beetje gek uit nou, hè. Zijn ze dichtbij of van weg? En? Ja, is die leuk? Ik vind je hartstikke mooi zo. Ja, ik vind het ook heel mooi staan. Je hebt een mooie keus gemaakt. Echt, ja. Nou, zullen we dan even die andere ook gaan maken?